Wat is uw lievelingskleur? Ja, mijn lievelingskleur, rood. Hij zegt nog een tijd van hoe dat hij de wereld zou veranderen. Meer groene in België, met minder discriminatie. Dat iedereen gelijk voor de wet zou behandeld worden. Dat nu, als hij op straat komt, dat Turken worden aangekeken en Belgen minder en van die dingen. En dat er meer respect zou zijn. En, mensen van de straat zouden helpen, alles erop en eraan. Een vraag is, als jij burgemeester zou zijn van Gent, wat zou jij veranderen in deze wereld, in Gent, in België, in whatever? Wat ik zou veranderen? Ik denk dat de burgemeester die nu momenteel zijn mandaat uitdoet, denk ik dat hij heel veel dingen al gedaan heeft. Maar ik denk dat het gemakkelijk is om dingen gewoon te zeggen dat dat... alleen maar de verantwoordelijkheid van de burgemeester is, maar ik denk dat dat veel meer is dan dat. Want alleen, als je gewoon zegt van ja, sociale samenhang, van de sociale wisseling, hè, denk ik niet dat dat alleen de taak is van de burgemeester, maar dat is de taak van iedereen, de bewoner van hem. Wat zou hij doen hier in België? Wat zou hij willen dat zou veranderen? Wat wil je? Dat is hier goed, oké. Osemi? Nee, ik heb niks te doen in Osemi, hè. Wat werk? Ik heb al vast er. Hij is de burgemeester van Gent. Natuurlijk. En eerst en vooral de parkingproblemen van Gent. Dat is echt de burgemeester, mannen. Het zou echt een burgemeester moeten zijn. Ja, zeker. Wat zou hij veranderen? Ik wil meer geld aan de clochards. Jij niet? Meer geld voor de Turken? Turken hebben geld, hè. Ja? Turken hebben geld, hè. Lievelingseten? Lievelingseten? Oei, nieuwe vraag. Ik denk toch wel frieten, hè. Patat. Hey, bellies. Kat of hond? Zeker. Zeker? Poes of kat? Natuurlijk poes, hè. Poes. En kangoeroe of mijlpa? Een kangoeroe. Poes is nog liever dan kat. Een berg of plat? Plat. Een miljoen? Die bak. Moest ik in België niet content, zou ik al lang vertrokken hebben. Klopt. Voilà, beulen. Dus ik geluk. Bedankt. Salutjes en tot de volgende. Tot een Gentse feesten. Goedenavond, Gent! Zijn jullie er klaar voor? Een kat of een hond? Brood of melk? Wijn. Wijn. Wat is uw lievelingseten? Chorba. Chorba. Turkse soep. Wat zou hij doen als jij burgemeester bent van België? Sorry, ik weet het niet. Ah, geen Nederlands. Wat is uw lievelingsdrank?
bier. Jullie, een kat of een hond? Kat, alle meisjes, miauw. Alle mannen, woef, woef. Uit. I love you too. Nou, de volgende biertje. Ik ga jullie allemaal zot maken. Ik. Als jullie niet in kunnen houden, alsjeblieft. Ga gaan bouncen. 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 Thank you.
Ik wil nog eentje doen. En dat doe ik voor mijn zus. I love my sister. Nu, mijn specialiteit, wat is mijn specialiteit? Dat is een elektrisch, ook. Dat is een elektrisch gitaar met distortion. Voordat ik ga beginnen, ik ga dat eerst keer demonstreren hoe dat hoort. En dan ga ik in de helft, bij de volgende, in de helft, de distortion bijvoegen. En nu komt het.
We zijn bijna aan het einde gekomen. Ik wil nog een paar mensen bedanken. En eerst en vooral jullie, namens Lodo. De mensen van de techniek, van de film. Jos de Koning, Frankie de Keuring. De regie, Vital Schranen. En Paul Segers voor het geluid. En ook de mensen van Stage Team voor het geluid. Van de mensen van op het podium natuurlijk. Aan de drums Tom de Wolf. Radi Kasakov op bas. Turule Jusica op balama en percussie en zang. Thomas Noël op piano. En last but not least, Serdi. John Snowart, saxofoon.